Santino, pak hem! Pak hem! Nee, pak hem! Nee, pak hem! Wacht, naar links! Je moet naar links! Alex, jij bent zo slecht. Jij bent weer down. Dan moeten we je weer reviven. Ik kan er helemaal niks van, Santino. Ik ben dood. Hoezo ik? En jij bent dood? Jullie zijn allebei slecht. Nu hebben we weer geen Victory Royale, jongens. Dit is echt niet leuk. Er wordt aangebeld. Wie was dat, jongens? Dat weet ik niet. Wie jij is... weet ik niet. Hallo, wie ben jij? Ik ben je allergrootste fan. Jongens, er staat een fan voor de deur. Dit meen je niet. Hou op. Laat mij gewoon rustig gamen, oké? Met mijn vrienden. Jongens, ik wil niet dat er een fan voor de deur staat. Wat gaan we doen? Zullen we met Finny gamen? Ze stalkt me wel langer. Oké, dan breken we wel door je ruit. Of heb je een achterdeur? Nee, ik heb een achterdeur. Ik heb een achterdeur. Kom, we gaan... Oké, ik ben al bezig. We gaan... Nee! Oh. Nee, Alex! Dit meen je niet. Alex, waarom ga je dan weer via mijn achterdeur? Ik was gevallen in het glas. Maar jongens, die vent staat nog steeds voor de deur. Die vent staat voor de deur. Kom, we gaan naar Finny. We gaan redden. Jongens, kom. Kom. Finny, open doen. Hey, jongens, Finny, zullen we hier gamen? Is het goed? Kom maar op de bank. We hebben alleen maar 3 controllers bij ons en 3 plekken op jouw bank, zo te zien. Oh, ja. Ja, Finny, kan jij een glaasje limonade voor ons bakken? Jij moet kijken, oké? Okay? Jij moet kijken hoe goed wij zijn. Ik ga even snel wat drinken pakken voor jullie. Ben zo terug. Let's go, Santino. Pak hem. Pak hem. Hij is links. Links. Nee, links. Hij is naar boven. Oh, lekker. Alex, aan de kant. Finny staat in het beeld. Wegwezen. Waarom kan je Fortnite ook nooit op pauze zetten? Zo vervelend, jongens. Ik wil een Victory Royale halen. Ja, wacht even. Ik heb paprika chips handjes. Nee, blijf af. Alex, niet eten. Kom naar rechts. Ik leg het wel van jouw shirt af anders. Wat is er? Iemand hier voor het raam. Wat? Maakt niet uit, Finny. We zitten in een potje. Iemand voor het raam. Kijk. Dit ben je niet. Dit is weer die Jessie Finny, jongens. Wat gaan we nou doen? We kunnen ook nooit zomaar in alle rust gamen. Waar moeten we dan gamen? Santino? Ja. Kom, we gaan bij jou gamen. Misschien dat dat een beter idee is. Mag ik mee? Mag ik mee? Ja, mag mee. Okay. Gelukkig, ik was al bang voor die fan. Dit is die gekke tovenaar weer, jongens. Dit ben je niet. Wat wil die van ons? Wil je limonade? Bouw een geheime gamekamer. En degene met de mooiste geheime gamekamer, die mag hem voor altijd houden. Wow, jongens, zitten jullie ook opeens in creative? Ik kan vliegen! Oké, jongens, degene met de mooiste gamekamer, die mag hem houden. En ik ga dat 100% winnen. Succes! Oké, ik mag dus een eigen gamekamer maken. Dit is perfect, want mijn hele slaapkamer hierboven is leeg. Dus ik ga de beste game setup maken die er bestaat. Oké, maar waar ga ik hem maken? Ik denk dat dit wel een hele mooie plek is om dus mijn bureau neer te zetten. En eens even kijken, wat kunnen we allemaal doen in creative? Voor een bureau wil ik denk ik... een zwart bureau. Ik denk dat een zwart bureau het allermooiste is voor een gaming setup. Alleen wel een beetje raar dat de poten van steen zijn. Dat is wat minder leuk. Is er geen ander mooi bureau die ik kan gebruiken? Nee. Wacht, misschien dat deze mooier is. Deze is namelijk donkergrijs. Ik denk dat dit wat mooier is. En dan voor de monitoren gebruiken we deze. Kijk, daar heb ik gewoon 3 monitoren. Dit is echt heel erg gaaf. En doen ze het ook? Ja, ze doen het ook. Dit is perfect. Dan kan ik hier namelijk Fortnite spelen. Alleen, ik wil een groter bureau. Kijk, mijn bureau moet echt het allergrootste en mooiste bureau worden wat er is. Dus zo, we maken hem op deze manier hier nog eventjes wat groter. Dit is perfect. Kijk er hoe groot mijn bureau op dit moment is. En een game setup heeft natuurlijk ook een toetsenbord nodig. Dus ik neem een toetsenbord met hele mooie lichtjes. En hier een microfoon. Dan kan ik namelijk YouTube-filmpjes opnemen. Natuurlijk een mooie computer. En ik wil ook een PlayStation. Kijk dan hoe gaaf dit er nu al uitziet. Alleen, hoe kan ik dit mooier maken? Zo, ik denk dat ik hier een trapdoor doe. Hier doe ik een trapdoor. En daarop zet ik een creeperhoofd. Waarom werkt dit niet? Oh, die kan ik ook aan de muur hangen. En een zombiehoofd. Dat is nog vetter. De trapdoors moeten trouwens wat lager. Dan kan het wel. Kijk maar. Oh nee, dan vliegen ze nog steeds. Weet je wat? Hangen aan de muur. Ik heb natuurlijk ook wel wat lampjes nodig. Dus ik zet hier gewoon even 2 lanterns neer. Kijk, dit is toch heel vet. Of nee, dit ziet er misschien wel een klein beetje raar uit. Misschien dat dit mooier is. Kijk, dan heb ik een houten achtergrond. Dat vind ik veel vetter. En dan hang ik aan de muur gewoon 2 gaminglichten. Zo, kijk. Dit is veel mooier. Ik vind dit nu al een van de mooiste gaming
setups die er bestaat. Alleen dat toetsenbord is wel een beetje klein. Maar ja, maakt niet uit. Oké, ik moet dus een eigen gamekamer gaan maken in mijn kelder natuurlijk. Want hier is nog helemaal niks. Dus ik ga een lekker game setupje bouwen. Laten we eens kijken, wat voor spullen hebben we? Ik wil een computer om te beginnen. Oeh, een mooie zwarte. Dat is wel heel nice. Ik zet die dadelijk neer. Ik moet eerst natuurlijk mijn bureau neerzetten. Oké, welke kleur desk, oftewel bureau, zou ik neerzetten? Oeh, een oranje bureau. Oké, dat is wel echt heel mooi. Zo, die zetten we zo mooi neer. Die moet even iets groter, want mijn scherm moet er ook natuurlijk op. Monitor. Oh, en dit scherm is gigantisch. Oh mijn god. Dit is eigenlijk de droom van iedereen. Om zo'n bizar groot scherm te hebben. Waarop je lekker Fortnite of Minecraft kunt spelen. Oké. Dan hebben we nog een toetsenbord nodig natuurlijk. Oranje toetsenbord. Ja, dat is wel heel vet. Oké, ja, die pak ik, die leg ik hier neer. Oh, kijk hoe mooi. Oké, dat is echt super mooi. Die zou ik in het echte leven ook al willen hebben. Maar goed, ook een computermuis hebben we natuurlijk nodig. Hoe heet dat? Ik heb geen idee hoe een muis heet. Hoe heet een muis? Zijn er al muizen in Minecraft? Ik weet het niet. Dan doen we maar gewoon een simpele button. Hier, een oranje knoppie. Ja, kijk, dat is wel een mooie muis. Oké, wat missen we nog? Ik denk een mooie microfoon. Ja, een microfoon. Even kijken, welke microfoon zou ik eens pakken? Oeh, ik vind deze wel nice eigenlijk. Hier, dan zet ik hier zo mooi neer. Oh, deze is wel echt heel groot, maar dat maakt niet uit. Oké, een bureaustoel, want ik ga niet staand gamen natuurlijk. Daar ben ik veel te lui voor. Hoe heet een bureaustoel in het Engels? Ik ben echt slecht in Engels. Chair. Dat is stoel in het Engels. Oeh, een mooie oranje stoel. Ja, ik wil mijn hele setup in het oranje. Dat vind ik echt super mooi namelijk. Ik kan eindelijk een keer bouwen wat ik wil. Ik moet een geheime gamekamer maken. Maar waar kan ik die het beste maken? Waarom maak ik mijn gamekamer hier op zolder? Ik heb hier namelijk al een tv staan en een bed staan. Bedden heb je niet nodig als je een echte gamer bent. Zoals ik. En deze tafel moeten we ook even gaan veranderen. We hebben een echt gamebureau nodig. En een PlayStation. Zodat ik daar al mijn spelletjes op kon doen. Maar als je een PlayStation hebt, dan heb je natuurlijk eigenlijk ook gewoon een Xbox nodig. Ik hou van Xbox. Hier kun je zoveel leuke spelletjes op spelen. En omdat die nu op hun plek staan, is het tijd om een tafel te maken. Die ik denk ik ga maken van quartz. Wow. Dit ziet er zo goed uit. Ik mis alleen nog wel iets. Dit wordt natuurlijk mijn TV setup. En bij een tv wil je graag op een bankje zitten. Vandaar dat ik hier ook een hele mooie bank echt recht voor de tv. Een hele mooie stoel ga neerzetten. Zodat ik hierop kan zitten in mijn eentje. Niemand anders mag genieten van mijn Xbox en PlayStation. En we zouden mijn tafel nog wat mooier zo kunnen maken. Oh, dit ziet er echt heel erg goed uit. Laten we natuurlijk ook een plekje hebben voor mijn mooie lieve kat. Die mag daar lekker in de hoek staan als pluisje. Ik hou van mijn kat pluisje. En we kunnen er misschien ook gewoon nog een PlayStation 4 bij zetten hier zo. Waarom ook niet? We hebben een PlayStation 5, PlayStation 4, een Xbox Series X en mijn katpluisje. We kunnen letterlijk van alles gebruiken in die hoek. Dus die hoek vind ik wel af. Nu heb ik nog een hoek nodig voor mijn andere gaming setup. En ik zou bijvoorbeeld hier iets kunnen maken in het raam. Maar wat ik ook zou kunnen doen is dit gewoon dichtbouwen op deze manier. Dan kan ik namelijk deze hele muur gebruiken om van alles te bouwen. Ik heb namelijk een nieuw bureau nodig. En het bureau gaan we maken in dezelfde stijl als de tafel die ik hier heb staan. Dit bureau moet alleen wel echt super lang worden. Dit wordt namelijk de plek waar mijn dubbele monitor setup gaat komen. Hoe bedoel je dubbel trouwens? Triple! Drie schermen! Holy moly! Ik heb dan natuurlijk ook wel een computer nodig. We kunnen misschien een witte computer neerzetten. Ik denk dat dat wel mooi is. Laten we mijn computer anders gewoon in de hoek zetten hier zo. Zodat hij daar lekker stof kan happen. Oké, jongens. Tijd voor de echte gamekamer die we nodig hebben. En ik ga hem hierboven doen. Dat is toch heel gaaf dat je met een trapje omhoog gewoon lekker een gamekamer mag maken. Alleen, ik moet dan wel even een nieuwe plek verzinnen voor mijn slaapkamer. Maar dat maakt niet uit. Dit is perfect. Oké, eens even kijken. Wat hebben we allemaal nodig? Nou, ik wil sowieso een dikke curved gaming monitor hebben. Dat is één ding wat zeker is. Even kijken wat we er nog meer natuurlijk hebben. Dan moeten we... wat hebben we allemaal? We hebben softboxen met een wall mount. Die gaan we sowieso gebruiken. Dan... ik wil natuurlijk een 8K neon OLED hebben. Een camera hebben we nodig. Een PlayStation 5 hebben we nodig. Even kijken. Ja, dan nemen we deze. En dat is denk ik voor nu wel eventjes goed zo. Oh ja, toetsenbordje en alles moet ik ook natuurlijk nog hebben. Die nemen we ook. Oké, en dan moet ik eerst even kijken, een bureautje hebben. En die kunnen we het best
moeten hier zo halen volgens mij. Even kijken, bedroom. Wat kunnen we gebruiken als een bureau? Ik denk dat dit wel heel erg gaaf is. Dan maken we hem heel groot natuurlijk. Een groot bureau is natuurlijk het mooiste wat je kunt hebben. Boom. Dan hebben we dat. Dan willen we natuurlijk een softbox wall mount. Die doen we hier zo. En dan hebben we hier die OLED TV. Oké, wacht. Die TV moeten we ergens even neer kunnen zetten. Oeh, wat gaan we hiermee doen? Dan zetten we hier het toetsenbord neer. En dan moet ik natuurlijk ook nog een muis hebben. Met natuurlijk ook een microfoon. Waar zijn de muizen? Kunnen we een muis hebben? Oh, ik zie geen gaming muis. Oh, dat is wel echt heel erg vervelend. Nou ja, weet je, dat maakt helemaal niet uit. Kijk, dan willen we nog een speakertje hebben natuurlijk. Wacht, dit is de microfoon. Wacht, hoe gaan we dit doen? Oké, de speakers, die kunnen we niet plaatsen. Camera sowieso wel. Oké, wacht eventjes. We moeten even goed gaan nadenken, lieve mensen. Slap. Misschien, als we dit doen, gaat dat werken misschien? Of nee? Ik weet al wat. We doen eerst dit en dan de desks. Juist. Zo, hoppa. Dat ziet er al wat beter uit. En ik heb ook helemaal geen muis. Dus misschien is het handiger als ik hier mijn microfoon zet. En je hebt helemaal geen muis in Minecraft. Dus ik gebruik gewoon een button. Kijk, dan is dit mijn muis. Het is wel een beetje een grote muis. Deze is bijna groter dan mijn toetsenbord. Dat is misschien wel een beetje gek. Maar ik heb ook een stoel nodig. En ik wil wel een hele mooie stoel. Dus ik pak een mooie rode stoel. Die zet ik hier neer. En dan is mijn gaming setup wel klaar. Alleen ik denk niet dat ik hiermee ga winnen. Het moet natuurlijk wel mooier zijn dan dit. Ik wil natuurlijk wel de gaming setup kunnen houden. Dus ik heb een perfect idee. Als ik dit hier nou gewoon weghaal, dan maak ik hier gewoon nog een bureau met twee laadjes. Daarop zet ik een televisie. Kijk dan, dit is toch vet. En doet hij het ook? Oh ja, zeker. Hij doet het. Een mooie chillbank hier. Met hier nog een tafeltje en dan een PlayStation erop. Zodat ik twee PlayStations heb. En dan kan ik hier met Santino en Alex gamen. Of met Alex en Finny. Of met Santino en Finny. En dan kan iemand anders hier achter de computer gamen. En dan kunnen we één grote gameparty houden. Dit is echt heel erg vet. Dus hier zet ik mijn mooie oranje stoel. Maar kijk, ik heb geen armleuningen. En daar heb ik een idee voor. Ik kan namelijk bordjes aan de zijkant plaatsen. Oh, kijk. Dit zijn twee mooie armleuningen. Oh, die staat op mijn stoel. Dat is niet de bedoeling. Die zet ik mooi hier. Oh, dat tapijt moet weg. Zo, hatsa. Kijk hoe vet. Nu heb ik tenminste armleuningen. En ook aan de achterkant. Kijk hoe vet dit is. Oh, mijn god. Oké. Ik wil wel iets meer tapijt neerzetten, want het is hier een beetje kaal. Dus zo. Kijk, iets meer tapijt. Dat is wel gezellig. Oké, wat kan ik nog meer doen? Mijn computer natuurlijk. Dat ben ik helemaal vergeten. Mijn computer zet ik mooi hier aan de rechterkant. Kijk hoe mooi die daar staat. En ik wil ook een PlayStation. Ja, kijk eens een PlayStation, mensen. Oké, die wil ik. Ja. Die zet ik mooi hier neer. Ja, dit is echt al een hele mooie setup. Maar ik mis wat lampen. Want als ik hier ga zitten, dan ben ik helemaal niet goed belicht. Want als ik YouTube-video's maak van mijn YouTube-kanaal, dan moet ik natuurlijk wel goed belicht zijn. Dus ik heb even wat lampen nodig. Lights. Oh, wat is dit? Wacht. Dit is letterlijk een stoplicht. Oké, dat is misschien ook wel grappig om te gebruiken, maar niet voor nu. Nu wil ik graag voor mijn setup lampen. Oh, ja. Ik heb het gevonden. Softbox with wall mount. Kan ik die ook aanzetten? Ja! Kijk, dit is veel beter. Als ik hier zit, word ik tenminste goed belicht. En ben ik goed te zien op de camera. Maar ik heb nog geen camera. Oh mijn god. Ik moet even een cameraatje instellen. Ja. Ik heb hier een webcam gevonden. Die wil ik even neerzetten. Kan het op mijn scherm? Nee, ook niet achter mijn scherm, want dan komt het er niet bovenuit. Ik denk dat ik de middelste moet weghakken. Dan ben ik alsnog goed belicht en dan kan ik hier de webcam zetten. Ja! Dan word ik echt goed in beeld gebracht tijdens mijn YouTube-video's. Kijk, mijn schermpje gaat aan. Dan kan ik er lekker gaan zitten en dan kan ik Fortnite gaan spelen. Dan kan ik echt hele leuke video's maken. Het lijkt me ook super cool om wat meer te gaan doen met mijn YouTube-kanaal. En om hier mijn video's op te kunnen nemen. Vandaar dat ik hier een studiolamp ga neerzetten. Zodat ik die altijd kan gebruiken wanneer ik hem wil gebruiken. Kan ik die ook opplakken? Nee, dat ziet er niet uit. Misschien is een vlogcamera ook wel handig. Dus laten we die gewoon daar in de hoek zetten. Of ik maak er een plankje voor, zodat ik daar al mijn vlogspulletjes op kan leggen. Nou, ik weet het niet. Ik bedoel, ik zou het wel daar kunnen leggen, maar je ziet het niet echt. Ik denk dat ik het gewoon hier op mijn bureau ga laten staan. Oh, ik kan mijn scherm ook aanzetten! Dit is geweldig! Oké, maar voor nu moet hij nog heel even uit. Ik ben nog niet klaar met het instellen. Natuurlijk heb ik ook een supercoole microfoon nodig. Waar kan ik die het beste neerzetten? Ja, ik heb mijn microfoon misschien wel meer nodig dan mijn vlogcamera. Mijn vlogcamera kan misschien wel hierboven komen te staan. Oh, wacht! Dit is geweldig! Hier kan ik op deze manier mijn lampen neerzetten.
lampen. Dit is veel beter. Dan heb ik hier deze lamp niet meer nodig. Dit zijn nu namelijk mijn studiolampen. En mijn vlogcamera komt hier in het midden te staan. Ook heb ik dit. Dit is een soundbar die ik kan koppelen aan mijn tv. En dat moet natuurlijk ook wel gedaan worden. Sterker nog, ik denk dat we er daar eentje gaan neerzetten. En aan de linkerkant komt er nog eentje te staan. Kijk, perfect. Dan kunnen we daar ons geluid uit laten komen. Er zit zoveel technologie in Minecraft. Ik hou ervan. Kijk, dan doen we dat hier. Dan doen we een microfoontje hier zo. En eens even kijken. De PlayStation moeten we natuurlijk ook ergens neer kunnen zetten. De PlayStation zetten we daar neer. Dan eens even kijken. Wat hebben we nog meer? De camera. De camera. Kunnen we die hier achter zetten? Nee. Nee. Oké, weet je wat? We gaan nog wat andere dingen verzinnen. Even kijken. Dan willen we een soundbar. Zo. En dan hier nog een soundbar. Dat is helemaal top. Even kijken. Dan doen we hier natuurlijk ook nog even een tafeltje voor de tv. En dan willen we natuurlijk wel echt een hele vette tv hebben. Ik denk dat dit wel een heel gaaf ding is. Oh, maar hij past niet. Als we nou zo doen, dan past die zeer zeker wel. En we hebben natuurlijk echt een hele dikke stoel nodig. Dus die stoel gaat er ook bij. Ik heb natuurlijk niet echt een gamingstoel. Dat is wel heel erg jammer. Maar dat maakt allemaal niet uit. Eens even kijken. Dan hebben we nog shulkerboxes die we kunnen gebruiken. Als een soort kastdecoratie. Zo. En wat kunnen we dan nog meer bij doen? Hebben we nog iets van decoratie wat we kunnen gebruiken? We kunnen misschien dit gebruiken. Misschien... Oh, ik moet natuurlijk sowieso een pc er neerzetten. Micropackaging kunnen we er neerzetten. Een webcam kunnen we er misschien neerzetten. We kunnen natuurlijk ook een iGen erbij zetten. Misschien een PlayStation 4. Even kijken hoe dat eruit ziet. We kunnen hem hier zo opzetten. Dat is misschien wel gaaf. Met daar een verpakking op. En hier een verpakking. En hier dan nog de iGen op. Oh, up. En nog een verpakking van de monitoren. Zo. En natuurlijk de computer moet erbij staan. Of zetten we die hieronder? Kunnen we die hieronder zetten? Nee. Dan zetten we de PC daar zo neer. En eigenlijk moeten we ook iets van licht hebben. Dus wat we gaan doen is we gaan, denk ik, chain en hoe heet dit ding ook weer? Lanterns gebruiken. Kijk, zo. Iets lager nog. Nee, lager niet. Dat is niet mooi. Even kijken, kunnen we daar wel doen? En dan misschien zoiets? Nee, dan zit hij voor mijn tv. Dat heeft ook helemaal geen zin. En nu ik toch in creative zit, laat ik hier ook maar meteen een hekje plaatsen, zodat ik niet naar beneden val. Dat is ook wel handig. En dan is mijn gamekamer klaar. Hij is alleen niet heel erg geheim. Dat is wat minder leuk. Hoe kan ik dit een stukje geheimer maken? Ik heb echt geen flauw idee. Wat nou als ik er gewoon een aparte kamer van maak? Dat is echt het beste idee ooit. Op deze manier is het namelijk wel geheim. Kijk, en dan is hier mijn bed. De rest van mijn kamer wordt er wel een beetje klein op, maar dat maakt niet uit. Kijk, en dan doe ik hier gewoon wat bordjes. Dan pak ik een painting erbij en die zet ik hier... Nee, hier neer. Nee. Waar kan ik hem nou neerzetten? Nee, dit is niet de goede plek. Hoe kan ik dit nou het beste doen? Painting, painting, painting. Misschien op deze manier. Oh ja, dit is perfect. En dan maak ik het hier volgens mij dicht. Kijk! En dan doe ik nog wat meerdere paintings. En dan lijkt het gewoon op een muur met allemaal paintings. Hey, kan hier dus gewoon stiekem naar binnen. En dan kunnen we gamen. Dit is echt perfect. Voor de sier doen we hier nog even een hele grote painting. Ja! En dan is mijn hele geheime gamekamer gewoon klaar. Oké, maar het is hier een beetje kaal aan de muren. Ik moet misschien iets van posters of schilderijen ophangen. Want zo'n kale muur is natuurlijk helemaal niet mooi. Even kijken. Ik wil wel een schilderijtje. Oeh, dit heeft wel met gaming te maken volgens mij. Dit is zo'n vechtspel. Dat speelde ik vroeger altijd. En aan deze kant... Precies dezelfde. Nee. Ik wil een andere. Kom op, geef me iets moois. Dan doen we zo. Dat heb ik van Jesse geleerd. Want als je blokken plaatst en daarnaast iets zet, krijg je een hele andere painting. En dit is een doodshoofd. En dat is wel leuk, want ik ga best vaak dood in Fortnite, want ik ben echt super slecht in die game. Dan als ik dood ga, dan kijk ik naar rechts en dan zie ik mezelf, omdat ik dood ben. Ja, heel grappig. Oké, de muren zijn opgevuld. Wat kan ik nog meer toevoegen om de setup nog vetter te maken? Table, tafel betekent dat? Ja, een mooie oranje tafel. Ja. Dan zetten we die, even kijken, hier in de hoek. Nee, niet in de lucht. Hier zo. Kijk. En dan kunnen we hier iets opleggen. Misschien wat leuke kaarsjes. Ja, dit ziet er heel gezellig uit. Wacht, ik moet ze natuurlijk even aansteken. Flint en steel. Ja, dit is een aansteker in Minecraft. Kijk, ja. Dan steken we de kaarsjes allemaal lekker aan. Alleen die nog even. Kijk, hoe gezellig, mensen. Als ik dan lekker aan het gamen ben, zie je op de achtergrond lekker die kaarsjes branden. Dat is wel heel leuk. Oeh, en ik moet eigenlijk bij binnenkomst, wil ik hier nog een bordje hebben. En dat bordje, dat hang ik hierop. En dan zetten we erop, hier woont de Fortnite
Pro. Ja, dat is wel heel nice. En dan denk ik dat mijn setup wel redelijk af is eigenlijk. Die schilderijen, de kaarsjes en dan deze hele vette gaming setup. Oké, mijn gaming setup is helemaal af. Ik ben benieuwd wat de anderen hebben gemaakt. En om een echte gamer te zijn moet je natuurlijk ook al je gaming dozen bewaren die je hebt. Daarom zet ik die daarboven neer. Straks heb ik ze ooit nog nodig. Of nieuwe schermen of wat dan ook. Dan heb ik het maar beter op een plankje staan hier zo. En ik vergeet een heel belangrijk ding. Als je een echte gaming YouTuber wil zijn, heb je een comfortabele stoel nodig. Je moet dadelijk heel vaak in je stoel zitten namelijk. Zie je het al voor je? Ik die hier Minecraft ga opnemen? Mijn kamer mist alleen nog wel wat coole decoratie. Ik wil hier een extra plankje maken met wat leuke hoofdjes. Dus we hebben dit coole piglin hoofd en dit coole creeper hoofd die ik daarop wil neerzetten. Die zien er zo leuk uit. Dit schilderij hier zo vind ik eigenlijk echt wel hartstikke mooi. Dus die wil ik gewoon zo laten. Daar hangt ook een mooi schilderij. Alleen dat daglicht zit me nog een beetje dwars. Als gamer heb je geen daglicht nodig. Wat ik wel nodig heb, zijn een paar gordijnen, denk ik. Vandaar dat ik dit ga gebruiken als gordijnen, waardoor er minder daglicht kan binnenkomen. En waardoor ik echt als een echte gamer kan gaan gamen. Of we maken het dak gewoon dicht. Dan komt er al helemaal geen daglicht binnen. Alleen maar door deze twee kleine kiertjes hier zo. Maar dat moet dan ook wel. Anders is het echt heel donker hier. Misschien dat wij nog even wat carpet erbij neerzetten. Ik denk dat dat nog wel heel erg gaaf is. Alleen, weet je wat het is? Ik kan er niet heel erg veel meer bij toevoegen. Aangezien het een best wel klein plekje is, besef ik me nu. Niet dat dat heel gek veel uitmaakt of uit zou moeten maken. Maar, ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Ik vind het best wel vet in elkaar gezet of zo. Kijk, hebben we nog meer decoratie misschien? Een component, een mainboard. Het zit allemaal bij. Oh ja, gaming laptop, die wou ik nog neerzetten hier zo. Wacht, dit weg. Dan kan ik het beste, denk ik, de iBox hier zo neerzetten. En dan hier de laptop. En dan denk ik eigenlijk dat mijn game setup helemaal klaar is. Dit is mijn ideale game setup voor mij thuis. Ik vind het echt geweldig. Alleen, ik zit even na te denken. Misschien dat ik dit toch eventjes weghaal. Of toch nog eventjes wat erbij doe. Misschien dat ik hem hier nog een beetje zo erbij doe. Hop, hop en hop. Ik denk dat dat wel iets toevoegt. Misschien hier nog eentje dan. Zo en hatsa. En dan is mijn gaming setup officieel helemaal voltooid. Ik ben echt ontzettend blij hiermee. En ik zit ook helemaal niet meer in creative. Dat betekent denk ik dat de tijd voorbij is. Ik ben zo benieuwd wat de andere jongens hebben gemaakt. Hallo, Alex. Alex. Hey, Jesse. Alles goed? Mijn gamekamer is klaar. Kom, we gaan de rest ophalen. Kom, we gaan de rest ophalen. Gaan we eerst bij Vinny. Oh, Vinny, kom. Hey, kom. Ik ben ook net klaar. Ik hoorde jullie praten. Zullen we eens met Santino kijken? Kijken wat Santino heeft gemaakt. Ja, ik ben benieuwd. Santino! Ik hoop dat het niet bij Santino daar bedorven melk stinkt. Want dat doet het wel vaker dan. Ja, dat hoop ik ook inderdaad. Niet. Hallo, Santino. We zijn er. Hallo. Waar zijn dan je meubels? Heb je nieuwe meubels? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik had zin in een grote schoonmaak. Dus ik heb de meubels gekocht en ik ga nieuwe meubels kopen nog. Maar dat komt goed. Het is inderdaad best wel leeg. Waar is jouw geheime gamekamer? Het is een wonder dat je vissen nog leven. Ja, door jou, hè. Waar mijn gamekamer is? Jullie mogen zoeken. Gevonden! Oh, dat is wel een beetje heel erg makkelijk inderdaad. Maar het is inderdaad daar. Oh, geef me één moment. Wow! Oké, hoe kom ik hier omhoog? Via de ladder, Santino heeft er maar één. Nee. Nee. Zo. Het is een parcours. Het is een klein parcoursje. Nee, ik vind hem op zich wel mooi. Santino, waar slaap jij? Het is wel een beetje klein. Ik heb dit dus verbouwd vanuit mijn slaapkamer. Dus dit is ook mijn slaapkamer geweest. Ik moet nog helemaal nieuw weer renoveren, Vinny. Santino gaat niet sowieso niet vinden. Nou, het is best wel leuk. Ik heb er wel zo zin in. En als jullie weg willen, ga ik nu meteen even gamen. Willen jullie die van mij zien? Ik wil gamen. Ik wil die van jou zien, Jesse. Ik ben echt benieuwd naar jouw gamekamer. Die van Santino was een beetje moeilijk om in te komen. Probeer mij naar maar te zoeken. Succes, jongens. Oh, even kijken. Misschien hier boven. Jullie krijgen 10 seconden. 10, 9, 8, hier is die niet. 7, waar is die? 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nee! Ja! Ja! Dit is toch vet? Dit is echt een gamekamer. Dit is zo cool! Dit is sowieso de mooiste gamekamer. Ik denk dat ik ga winnen. De toveraar vindt dit sowieso het allermooiste. Nee, absoluut niet, Jesse. Nee, wat heb jij gemaakt dan, Vinny? Van al je decoratie overal. Dat is toch mooi? Ik ben wel benieuwd naar die van Vinny. Want Vinny die zit alles maar een beetje af te kraken. Dus laat die van jou maar zien, Vinny. Die van mij is het vetste, Jesse.
Voor jou is sowieso niet het vet. Laten we eerst bij die van Alex gaan kijken. Dan bewaren we het beste tot het laatste. Precies. Wow, wow, wow. Hoezo zeg je nou weer dat die van Fini het beste is? Die van mij is het dat beste. Dat is niet dat echt. Is ik denk dat die van Fini het lelijkste is. Gaafste gamekamer ooit! Wow! Oh ja, dat dacht ik. Een tosti-apparaat. Ik vind hem echt mooi. Nee, hij is boven. Nou, ja, dit was zo moeilijk om te vinden. Dit was zo geheim. Maar dit is ook heel standaard. Wat lelijk. Hij is hartstikke moeilijk om te vinden van buiten. Ik heb letterlijk alle ramen bedekt. Ja, ik vind hem wel mooi. Ik zie hier gewoon je ramen. Oh, dat pushen je hier snel. Kijken via buiten. Dit is gewoon een zolderkamer. Dit is helemaal niet geheim. Oké, Alex, jij hebt ook niet gewonnen, vind ik. Nee, ik vind het ook niet zo mooi. Die van mij is 10 keer beter. Ja, laat zien dan. Ja, ja, ja. Ga maar zoeken, Jesse. Hij zit heel goed verstopt. Waar zal die... Die vent staat hier nog steeds te wachten. Oh, nee, dat vind ik niet zo leuk. Nee, niet daar, even... niet daar. Hier niet woont daar? De Fortnite Pro. Ja, ja, ja. Kijk hoe mooi, jongens. Ja, maar ik moet dit zeggen, is zo standaard. Je hebt wel een mooie stoel. Nou, hou je mond. Oh. Maar jij hebt alleen maar een bureau. Ik heb tenminste nog een grote tv. Zat die door video ook? Of zat die door Alex ook, bedoel ik? Ja, maar ik heb boven een mooie tv. Ja, maar dat maakt niet uit. Ultieme games, dat betekent ultieme tv. Ach, maar jullie hebben geen kaarsjes, jullie hebben geen gezelligheid. Ik heb een 4K, 8K, Ultra HD, OLED TV. Bij mij is het tenminste gezellig, bij jullie niet. Nee, jongens, ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ik heb een leuke decoratie aan de muur. Als jij deze kaarsje langer aan blijft staan, dan vliegt alles nog in brand. Nee, vind ik niet leuk, Alex. Je moet ze uitzetten, anders gaat alles inderdaad in de brand. Alex, weg. Ik wil jou niet hier in mijn huis als je zo negatief bent. Nee, jongens, ik ga me verstoppen in mijn gamekamer. Kleine computer. Ja, 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 ja. Ga maar weg, jongens. Mijn setup is ik ga ook gamen. En nog een PlayStation. Ja, 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 Alex. Jij bent slecht.